De partij 100% Groningen wil van het stadsbestuur weten hoe veilig de tunnels straks zijn van de vernieuwde Zuidelijke Ringweg. Aanleiding voor de vragen was een brief van Groningen Verdient Peter, een vereniging van samenwerkende wijkorganisaties. De tunnels zouden niet veilig zijn omdat het stadsbestuur verouderde cijfers over verkeersongelukken zou hebben gebruikt. Maar ook de route voor gevaarlijke stoffen. Je kunt je voorstellen dat als je tunnels hebt en je gaat er ook gevaarlijke stoffen vervoeren. Nou ja, dat zijn allemaal veiligheidsaspecten waar je goed bij na moet denken. En wij vragen aan het college, hebben jullie dat wel goed meegenomen of niet? Groningen Verdient Beter heeft echter nooit een reactie gehad van het stadsbestuur. Wij hebben die vragen bekeken en wij hadden zoiets van, nou ja, dat zijn wel hele terechte kritische vragen. En college, hè, wethouder, geeft daar gewoon dus antwoord op. Je moet bewoners wel serieus nemen, wil je die onrust over de ring, en die is er in Groningen-Zuid, wil je die wegnemen? De plannen voor de Zuidelijke Ringweg zijn er al lang door. Toch denkt Wolthuis niet dat ze trekt aan een dood paard. Plannen die constant zijn gewijzigd. Hè? Je moet je voorstellen, je begint ooit met een plan. Nou, dat is nog 12, 15 jaar geleden. Er zouden eigenlijk helemaal, zouden de tunnels helemaal onder de stad doorgaan. Nou, daar was uiteindelijk geen geld voor. En dan ga je lopen afsnoepen en dan ga je kijken van, nou ja, hoe moet het dan? Nou, uiteindelijk kom je op dit plan uit, wat ook nog binnen het budget valt. Nou, dan is het wel even de vraag van, heb je dan al die goede veiligheidsaspecten wel goed meegenomen? Wolthuis verwacht binnen 4 weken een reactie van het stadsbestuur.